is al veel lekkerder. Oh, lekker warm eindelijk. Maar ik ga ook klaarmaken om lekker... lekker eten te maken nu. En dat is eigenlijk lekkere shawarma. Ja, die ga ik even dan warm maken. Bolognese. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en lekker 2 bakjes koffie dit keer gedronken. Ik weet niet meer zeker. Heb ik nou een paar laten staan? Want ik heb wel eens. Ben ik lekker koffie aan het drinken en dan ga ik richting werk of ik ga ergens weg. Dat dan koffie nog halverwege nog staat. En ik ben bang dat het ook gebeurt. Maar dat gaan we vanmiddag zien. Begin van de middag. Als ik thuis ben, gaan we het zien. Ik ben benieuwd of ik hem nou heb laten staan of niet. Ik ga nogmaals richting werk toe. Ik ga lekker werken. Dus nu ben ik alleen een beetje wakker worden. Dus laten we maar gewoon even richting werk gaan. Het is best wel frisjes eigenlijk nog. En ik heb minder last van mijn schouders dan gisteren. Dus dat ben ik wel blij mee. En ik ga nu lekker vandaag knallen op mijn werk. Lekker werken. Zo, ik ben lekker thuis nu en ik ga even lekker een bakje koffie zetten. Dus dat ga ik nu even lekker doen. En het is heerlijk prachtig alweer. Alleen echt ongelooflijk fris buiten. Maar ja, het is niet anders. Wat ik nu ga doen is lekker even bijkomen van het werken. Even lekker relaxen. En ga ik nu even lekker YouTube kijken en YouTube editen. Vlogs editen ook nog, een klein beetje. Dus laten we dat even gelijk doen. Eerst in ieder geval even vlog editen. Vlog bekijken. Lekker met een bakje koffie. En even lunchen. Dat moet ook nog gebeuren. Maar wat ik ga eten weet ik nog niet. Ik kan er heel veel, ik heb veel keuzes vandaag. Of ik heb pizza, lasagne of pannenkoek. Lasagne is voor vanavond, maar het kan ook pannenkoek zijn vanavond. Of ik eet er gewoon lekker broodje, maar dat ga ik zo meteen even kijken. Eerst in ieder geval lekker een bakje koffie. Dus ja, dan gaan we dat eerst doen in ieder geval. Zo. Beetje melk, een beetje koffiecreamer. Zo. En ja, en ik heb nu lekker weekend. Oh, kan ik lekker uitslapen? Dat ga ik sowieso als eerste doen namelijk. Oh zo, wat is er ongelooflijk koud. Maar ik ben even lekker gezellig bij mijn moeder geweest. Ben ik even lekker leuke gesprek gehad en over smartwatch ben ik even gaan kijken. Maar ik heb wat anders nieuws, maar dat ga je morgen horen. Maar ik ga het inderdaad morgen weer hebben. En dan overmorgen niet morgen, maar daarna is een hele leukere wedstrijd. Oh, wat ben ik benieuwd. Aanstaande zondag. Voor mij is het nu vrijdag natuurlijk. Over 2 dagen is het zo'n leuke wedstrijd aan de gang. Jullie weten waarschijnlijk al wat het is geworden. Of jullie kijken toevallig vandaag, als ik goed heb. Voor mij is het maandag van jullie. Maar ja, ik ga dus, wat ik al zei, nu lekker richting huis toe. Want het is nu koud, echt niet normaal. Ik zit nu al helemaal te trillen van de kou. Dus ja, wat ik nu ga doen is in ieder geval lekker naar huis toe. En dan ga ik dadelijk eten, een beetje gebeuren en kan lopen. Dus ja, dan ga ik lekker naar huis toe. In ieder geval nu lekker warm. Dadelijk, want nu is het fris. Echt heel koud buiten. En datzelfde morgen gaat al sneeuw is verwacht. Nou, zo kijk naar de dingen, lijkt het wel op dat het gaat sneeuwen in ieder geval. Dus, nou ja, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval, wat ik al zei, naar huis. Ik ben benieuwd dat eigenlijk inderdaad of het blijft liggen eigenlijk morgen. Sneeuw. Maar we gaan het allemaal zien. Het is echt mijn standaard woordje volgens mij. We gaan het zien, we gaan het zien. En wat eigenlijk ook wel soms af en toe woord, stopwoord kan zijn is zeker. Echt, het verschilt eigenlijk soms af en toe is wat mijn stopwoordje is. Ja, ik ga nu wel lekker richting naar huis. Het is lekker warm. Laat ik dadelijk zien wat ik ga... Oh, het is al veel lekkerder. Oh, lekker warm eindelijk. Maar ik ga ook klaarmaken om lekker... lekker eten te maken nu.
En dat is eigenlijk lekkere shawarma. Ja, die ga ik even dan warm maken, bolognese. Dus laten we dat even lekker doen. In ieder geval even uitpakken. In ieder geval even de doos, nu plastic eruit halen. Maar als ik wel het beginnetje krijg, ja, ik heb hem al. Ik weet nog dat ik het een paar keer heb gehad, namelijk dat ik juist de plastic niet afdeed. Maar ja, gelukkig lukt het nu wel. Hopelijk, ja. Dus, maar ik kan je zeggen, ik krijg morgen iets binnen. Wil jullie weten wat ik binnen krijg morgen? Kijk dan de vlog van morgen. Dus hoe eigenlijk je Piet altijd met wie? Want morgen. Echt, hij zei het echt. Hij zei het eigenlijk heel grappige manier. Leuk accent, laten we zo zeggen. Accent. Ja. Taal eigenlijk. Leuke taal. Even kijken hoe lang iedereen moet. Voor mij heb ik andere dan normaal, maar ook weer niet. Nee, want die heb ik al altijd normaal volgens mij deze. Ja, ik weet in ieder geval hoe lang die moet. Laten we dat even in ieder geval doen. Dus gaat die lekker, ga ik hem even lekker in de oven doen. Op 200 graden en 35 minuten. Dat heb ik nou gezien namelijk. En wat is er voor weer buiten mooi, hè? Als ik kijk. Want als ik daar kijk, is het donkerder dan als ik op mijn beeld eigenlijk kijk. Want dan kijk ik stiekem eigenlijk in mijn beeld. Maar oké. Ik ga nu even lekker dat aanzetten. Op 200 en 35 minuten. Ja, ietsje langer. Een minuutje langer. Maar 2 minuten langer. Gaan we nu op wachten en dan ga ik lekker eten. Gaan we er nu op wachten. Maar lekker met lasagne. En ik tel ook 3 is hij al klaar. Dus 1, 2, 3. Zo, en als het goed is, is daar mijn lasagne nu klaar. Oh, mijn oplader is uit. Mijn telefoon. Echt heel toevallig. Je kan mijn telefoon opladen namelijk. Nou, moet ik mijn stekkertje wat erin komen. Je kan mijn telefoon opladen. En precies, ik kan mijn stekker net in mijn oplader doen. En mijn telefoon valt uit. Hoe geweldig is het. En ik wist dat die al leeg was namelijk. Maar ja. Maar gaan we nu even lekker lasagne eruit halen. Die heerlijk nu in de oven zit. Kijk hoe dit eruit ziet. Wat ik ook eerst ga doen voordat ik dat eigenlijk eruit ga halen. Is eigenlijk een bordje. En ik ben benieuwd, wat vinden jullie van dat kabinet nu gevallen is namelijk. Wat bedoel ik met gevallen? Dat het hele kabinet nou gestopt is. Niet helemaal, maar voor half. Dus ik ben wel benieuwd naar, laat even jullie mening weten. En ik ben wel benieuwd naar. Maar dan ga ik nu lekker van deze lasagne genieten. Eet smakelijk. Oeh, oh, ik heb lekker lasagne gegeten en zat ik lekker te relaxen achter de computer zoals jullie gezien hebben of zien. Maar ik ga ook even klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Morgen komt er vroeg iets aan, dus morgen moet ik vroeg op. Terwijl dat nu bijna half elf is. Dus ik ga lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. En ik hoop dat jullie het vlog van gisteren in ieder geval ook wel leuk hebben gevonden. Zo, rolgordijn even goed doen. En wat ik ook nu ga doen, nogmaals lekker mijn bedje in. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe in ieder geval, doe zoals sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je meteen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een gewoon nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters. Ik ben net terug van boodschappen doen. En ik heb wat lekkers gehaald. Dat is. Zo, dat is ook weer gebeurd. Om het opruimen. En nu maar. En ik zit te denken. En ik ga.